Ze slaan twee vliegen in één klap, bij de bakkerij van Twersertaarten in Nijmegen. Het bedrijf zet zich enerzijds in tegen voedselverspilling, door afgekeurde etenswaren te gebruiken als basis voor hun banket. En tegelijk biedt de bakkerij werk aan migranten, die zo hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Bij Twersertaarten maken we plantaardige taarten en die maken we van reststromen. Dus dat zijn producten van boeren en verwerkers die overblijven of weggegooid worden. Dus dat zijn bijvoorbeeld wortels van verwerkers die niet mooi meer zijn. Of bananen die afgekeurd zijn of rood fruit wat als overschot niet meer kan worden verkocht. Bijvoorbeeld de sinaasappels waar wel de schil voor wordt gebruikt, maar de vrucht zelf niet. Ja, die gebruiken wij allemaal en dan proberen wij om bij elke taart zo'n 30% van de taart te laten maken van die producten. En vervolgens zoeken wij daarbij hele duurzame andere ingrediënten, zoals Nederlandse, Gelderse zelfs, tarwe en granen en Gelderse noten. We verpakken alles zo duurzaam mogelijk en we rijden alles elektrisch naar de klanten. Naast verschillende duurzaamheidsfactoren, zoals het tegengaan van voedselverspilling, helpt Twersertaarten migranten door het aanbieden van werkplekken en de mogelijkheid tot waardevolle werkervaring in de vorm van een stage. Dus wij proberen een mooie plek te zijn waar dat mensen die in Nederland komen en die gevlucht zijn, hun werk kunnen vinden en een opstapje krijgen naar de arbeidsmarkt. Vroeger, een jaar, ik heb gezocht voor werk. Maar niemand accepteren, want mijn taal niet genoeg. Ik heb gehoord over Twersertaarten helpt mensen, nieuwe of buitenland. Ik altijd aardig, niet boos, niet lachen, dat ik vind leuk, ja. Maar vroeger als iemand lachen of iemand boos, ik vind het moeilijk, maar hier altijd geduld, aardig, ja. Ondanks de mooie resultaten is er nog voldoende succes te behalen. Ja, ons doel is om zoveel mogelijk impact te maken. Daar draait bij ons eigenlijk alles om, dus zowel sociaal als duurzaam. En dat willen we doen door grotere klanten te gaan bereiken. En dat kan het mooie pand dat we hebben. We kunnen heel veel taarten bakken en dat hopen we ook nog te blijven doen in de toekomst.